De wet geweld en seksuele intimidatie arbeid moet slachtoffers beschermen. Maar tegelijkertijd moet er goed beleid komen voor zowel de werknemer als werkgever. Dit zegt de voorzitter van de commissie van rapporteurs, Patricia Etnel. Volgens haar moeten beide partijen zich met deze wet beschermd voelen op de werkvloer en ook weten hoe het hoort. De wijzigingen die doorgevoerd moeten worden in deze wet moeten volgens Etnel duidelijkheid verschaffen voor alle betrokken partijen. Seksueel geweld, datgene dat eigenlijk dat binnen nog net niet op geweld lijkt, nog net niet op seksueel geweld lijkt, dat wordt in deze wet meegenomen. En met name op de werkvloer kom je dat vaak tegen. En we moeten ervoor zorgen dat we de slachtoffers beschermen. Dus dat subtiele gedrag, dat wordt met deze wet nu helemaal behandeld en meegenomen, zodat het voorkomen kan worden. Echt belangrijk is, en heel belangrijk is dat het subtiele gedrag, dat ervoor zorgt dat heel veel mensen die dat ervaren, die agressie ervaren, dat ze te kampen lijden aan psychische problemen, dat ze het werken niet meer prettig vinden, dat ze naar het werk komen niet meer leuk ervaren, dat ze zich niet beschermd voelen, dat we met deze wet verandering brengen in de situatie. Bij de wijziging van deze wet wil Etnel ook dat er gekeken wordt naar de vrijwaring die hoge functionarissen genieten. Het is namelijk zo dat deze ambtenaren nu een degelijke bescherming genieten vanuit de wet. En we weten, de president en de minister zijn beschermd met speciale wetten. Dus als er iets gebeurt, want we moeten ervan uitgaan, ook zij kunnen zich schuldig maken aan zaken die niet goed zijn, om het zo te noemen, gedragingen die niet keurig zijn. En de vraag is, hoe gaan we daarmee om? Ik hoop dat de minister van Binnenlandse Zaken daarop duidelijkheid kan geven, want hij zal ervoor moeten zorgen dat daarover een duidelijke oplossing komt in die wet. Maar belangrijk is, we kunnen niemand beschermen. Iedereen toch die zich schuldig maakt aan welke vorm dan ook van seksuele intimidatie, dan seksueel geweld, moet strafrechtelijk vervolgd worden conform die wet. Er is nu een case die speelt, we weten de case van de Hagerinbank speelt op dit moment. We hebben ook gezien wat er allemaal rondom die case speelt. En we moeten ervoor zorgen dat wij wetten maken die breed gedragen zijn. 1. Die uitvoerbaar. 2. Maar ook die werkelijk gaan werken voor de werkgever en de werknemer. Etnel haalt aan dat er geen wetten meer gemaakt moeten worden waarbij mensen hiaten zien waarmee ze zichzelf kunnen beschermen. Etnel presenteerde gisteren in het parlement de wijzigingen die nodig zijn om de nieuwe versie van de wet geweld en seksuele intimidatie arbeid te kunnen aannemen.